Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis, zoals jullie zien. Jullie zijn gezellig mee geweest. Ik ben op visite geweest. We zijn door de Kwelderduin heen gegaan. Helaas geen zwanen gezien, zodat ik deze camera erbij kon pakken. Als jullie goed hebben opgelet, hebben jullie ook gezien dat ik net bij de FOMA ben geweest. Dat ik een mooie bos bloemen heb gekregen, want ik heb daar een klacht ingediend over wat er afgelopen woensdag, vandaag een week geleden, is gebeurd. Is dat vandaag? Ja, vandaag een week. Ja, klopt. Correct. Hele mooie bos. Ik laat hem jullie graag even zien. Ja, 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 ja. Kijk eens. Oeh, mooi. Ja, nou, ik ben er toch wel weer blij mee. En ze had nooit niet mogen duwen, maar ze moet trekken, die kar. En ze zal er ook wel van horen. En kan je het niet alleen, moet je het met samen nog iemand doen. Hij is mooi, hè? Ja, ben er blij mee? Ja, zeker weten wat. Wauw. Ja, die is ook blij, die meneer daar. En die is blij, hè, dat vrouwtje thuis is. Ja. Ja, ze zijn weer blij. Maar ook ik ben blij, want ik ben back af. Want je zit in een andere stoel dan dat je gewend bent. En mijn rug die is kapot. Ik heb hoofdpijn. En denk erom, man die vaast met bloemen hoeven niet om. Nee, staat op de grond nog. Ik moet er een plekje voor zoeken. Ja, die bloemen die gaan ook soort kapot. Ja, die roos die is helemaal kapot. Maar ja, komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. En ja, het wordt vroeg donker, denk ik, want het is triest geworden, het is grijs. Dus ja, kan er ook niks doen. Maar in ieder geval, misschien tot vanavond. Eet smakelijk. Ja, ja, doei, doei. Ja, hallo lieve vrienden. Ik zit dan met twee gestrekte armen. Ik heb het lampje erbij aan. Ik hoop dat het een beetje gaat zo. Ja, ik weet het anders ook niet. Maar wij wouden eventjes, Frodo en ik. Maar Frodo ligt op de bank. En ik dus. En waar Ewen is, weet ik niet. Ja, die ligt op de troon. Gandalf die is boven. Wouden wij samen jullie even een hele fijne avond wensen. En voor straks welterusten, een slaaplekker met mooie dromen en gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, een handkusje kan ik nou niet geven. Het gaat allemaal even wat anders dan anders. Ik leg nou het lampje weer neer, dan ben ik weer donker. Tenminste half donker. En ik zeg doei doei.